Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1122 keren we terug naar het Nieuwe Testament. De vorige keer hebben we het boek van de profeet Micha afgesloten. Micha eindigt met een gedeelte waarin de genade van de Heere God heel mooi wordt omschreven. De Heer denkt niet licht over zonde. Mensen kunnen het begrip zonde afzwakken of er niet zo zwaar aan tillen, maar zonde is een levensbedreigend probleem voor ieder mens. Gelukkig lezen we in de Bijbel ook over de uitkomst die God geeft in de Heer Jezus Christus. God is niet uit op de ondergang van een mens, maar wil graag redden. Ja, God houdt ervan genadig te zijn. Wat er ook gebeurt is, de genade van God is altijd groter. Er is meer dan genoeg genade bij God om mensen te vergeven. Er is altijd uitkomst voor diegenen die zich weer richten op de Heer. Dat aspect hoort er wel bij: er is bekering nodig om genade te kunnen ontvangen. Het feit dat de Heer genadig is, betekent niet dat er geen oordeel is voor wie hem de rug toekeert. De profeten laten beide kanten duidelijk zien: God oordeelt, maar niet omdat hij daar genoegen in schept. Maar hij kan de zonde niet door de vingers zien. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede brief van Johannes, waarin ook duidelijk naar voren zal komen dat het belangrijk is om te blijven in wat we geleerd hebben en niet af te dwalen van de waarheid van God. 1 en 2 Johannes vormen de beste voorbeelden in het Nieuwe Testament van de normale gangbare briefvormen die werden gebruikt in de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Eerst komt de naam van de auteur, gevolgd door het noemen van de geadresseerde en aan het einde volgen de persoonlijke groeten. Maar zo komen we direct aan een probleem waar verschillende Bijbeluitleggers mee worstelen. De tweede brief van Johannes is namelijk gericht aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen. Maar wie was deze uitverkoren vrouw? De interpretatie van deze woorden is moeilijker dan de vertaling. Was de geadresseerde een individu? Of zijn de woorden bedoeld als een beeld van de christelijke gemeente? Wie worden bedoeld met haar kinderen? Haar eigen geboren kinderen of haar geestelijke kinderen? Haar geestelijke kinderen wil zeggen de gelovigen die onder haar hoede stonden of diegenen die zij tot de Heer Jezus mocht leiden. Als er een christelijke gemeente wordt bedoeld, zijn haar kinderen dan de individuele gelovigen van die christelijke gemeente? Ik noem vier feiten die zouden kunnen aangeven dat de geadresseerde een christelijke gemeente is: 1. Er worden geen concrete namen genoemd, zoals bij de derde brief van Johannes wel het geval is. 2. De waarschuwingen tegen de dwaleraars zijn meer van toepassing op een gemeente dan op een individu. 3. De groeten in vers 13 doen denken aan de groeten van één christelijke gemeente aan een andere. 4. Het beeld van een vrouw als beeld van een christelijke gemeente komt wel vaker voor in de Bijbel. Maar ook al zijn er redenen om aan te nemen dat deze brief aan een gemeente gericht zou kunnen zijn, blijft het moeilijk om de oorspronkelijke lezers van de tweede brief van Johannes te identificeren. Sommige uitleggers zijn van mening dat de woorden letterlijk opgevat moeten worden. Dan betekent het dat deze brief gericht is aan een bepaalde vrouw en haar kinderen, en dat het niet gaat om een figuurlijke beschrijving van een plaatselijke christelijke gemeente. Helaas is het bewijsmateriaal onvoldoende om tot een beslissende conclusie te komen, maar in beide gevallen waren de lezers bekenden voor Johannes. In zijn eerste brief schreef Johannes dat een aantal dwaaleraren zich van de gemeente hadden afgesplitst. In 1 Johannes 2, vers 19 lazen we over hen: Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Sommigen van hen werden rondreizende leraren die afhankelijk waren van de gastvrijheid van individuele christenen, terwijl zij met hun eigen leerlingen de gemeenten probeerden te infiltreren. Te oordelen naar de inhoud en de omstandigheden van de tweede brief van Johannes is deze blijkbaar gelijktijdig met de eerste geschreven of net iets later. Waarschijnlijk dateert de brief van omstreeks het jaar 90 na Christus. Volgens de inhoud van de brief zijn de vrouw en haar kinderen, wie dat ook mogen zijn, staande gebleven, want zij lieten zich door de waarheid leiden, zoals de vader hen had opgedragen. Johannes is heel erg blij dat hij in staat is om hen te zegenen. Toch neemt hij niet als vanzelfsprekend aan dat alles automatisch altijd goed is bij een gelovige in Christus. In het besef dat maar één verkeerde stap voor vallen kan zorgen, aarzelt Johannes geen ogenblik om de gelovigen in herinnering te brengen dat zij elkaar moeten liefhebben. Hij zegt in 2 Johannes 1, vers 5, En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wij vanaf het begin gehad hebben. Laten wij elkaar liefhebben. Johannes geeft ook aan dat het geen nieuwe openbaring is, maar het oude gebod dat God al in het begin gegeven heeft. Johannes vindt het belangrijk genoeg om het oude gebod in zijn brief te herhalen. In vers 6 zegt hij, En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Johannes benadrukt daarmee dat elkaar liefhebben wandelen volgens Gods geboden is. Daarbij geeft gij wel aan dat deze liefde gepaard moet gaan met een onderscheidingsvermogen. Want in vers 7 zegt gij, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Nee, Johannes roept niet op tot een naïeve en onnadenkende soort van liefde die open staat voor alles en iedereen. De bijbelse liefde is een kwestie van het kiezen. Het is gevaarlijk en dwaas om vol te zijn van een kritiekloze liefde om daarmee alles en iedereen als liefdevol en goed te zien. Er zijn vele dwaalleraars die niet herkennen dat Christus als mens van vlees en bloed gekomen is. Het is misplaatste liefde om de deur open te zetten voor een dwaalleer. Gelovigen zijn geroepen tot gemeenschap met God en onze broeders en zusters in het geloof, maar kunnen geen geloofsgemeenschap hebben met dwaalleraars. Laat ik het nu hebben over de schrijver van deze brief. Er wordt traditioneel aangenomen dat het om de apostel Johannes gaat, dat is ook de reden waarom de brief in het Grieks het opschrift heeft, de tweede van Johannes. De schrijver noemt zichzelf de Ouderling. In andere vertalingen lezen we de oudste of leider. In het Grieks wordt hiervoor een woord gebruikt dat gewoon oude man kan betekenen, maar daarnaast kan het ook een bepaalde titel of een bijnaam aanduiden. In dit geval een titel voor hen die als opzieners belast zijn met de leiding van de geloofsgemeenschap. Vanwege de overeenkomst in inhoud en omstandigheden is de schrijver van deze brief van Johannes dezelfde als die van de derde brief van Johannes. Aanvankelijk hadden beide brieven geen groot verspreidingsgebied, omdat ze zo kort waren en zo specifiek gericht op een klein aantal gelovigen. Deze beperkte verspreiding en het feit dat ze weinig nieuwe gedachten hebben toe te voegen, die niet ook te vinden zijn in de eerste brief van Johannes, bracht met zich mee dat ze in de geschriften van de oude kerkvaders zelden werden aangehaald. Hun plaats tussen de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament, de kanon, was een tijd lang omstreden. Toch is het opvallend, en zegt het veel, dat het voor de kerkvaders die het dichtst bij de tijd van Johannes stonden, geen enkele vraag was of de brieven door hem waren geschreven. In de Tweede Eeuw hielden de kerkvaders Irenaeus en Clemens van Alexandrië er al geen andere mening op na. En na kerkvader Eusebius werd de echtheid van de brieven van Johannes algemeen erkend. De overeenkomst in stijl, woordgebruik, opbouw en intonatie tussen de tweede en de derde brief van Johannes maakt duidelijk dat deze brieven van dezelfde schrijver zijn. Daar komt nog bij dat allebei de brieven sterk lijken op één Johannes en op het vierde evangelie. Het is sowieso duidelijk dat de ontvangers van de drie brieven van Johannes heel goed op de hoogte waren van de identiteit van de schrijver, ook al heeft hij zijn naam in geen enkele brief gebruikt. De context van zowel 2 Johannes als ook van 3 Johannes onthult dat zijn gezag veel groter was dan dat van een leider of oudste in een plaatselijke christelijke gemeente. Wat ook wijst op een apostel. Ja, er is voldoende reden om aan te nemen dat de drie Bijbelboeken 1, 2 en 3 Johannes zijn geschreven door de apostel Johannes. Het basisthema van de tweede brief van Johannes is de oproep om standvastig te blijven in de dagelijkse praktijk van het leven als christen. Daarnaast haat het Johannes om de zuiverheid van de apostolische leer, die de lezers al vanaf het allereerste begin hebben gehoord. Johannes schrijft hun om hen eraan te herinneren dat ze moeten blijven wandelen in gehoorzaamheid aan het oude gebod dat God hen al in het begin had gegeven, namelijk dat gelovigen elkaar moeten liefhebben. Het voornaamste doel van Johannes met zijn tweede brief is de gelovigen te waarschuwen dat zij niet moeten omgaan met of hulp moeten bieden aan misleidende leraren die de waarheid omtrent de Heer Jezus Christus niet erkennen. Zo kunnen we 2 en 3 Johannes ook gebruiken als aanvulling op de eerste brief van Hem. De kern waar het de Apostel Johannes om gaat in zijn tweede brief, lezen we in de versen 9 en 10. Daar staat, Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Dwaalleraars of misleidende leraren zijn altijd trots op het feit dat ze nieuw licht hebben ontvangen. Nieuwe openbaringen die dieper doen doordringen in de boodschap van de Heer. En dat zou ook best kunnen, maar de nieuwe openbaringen moeten wel getoetst worden aan het woord van God. Daarmee kunnen ze niet in strijd zijn. De Heer is geen wispelturige God in de zin van: de ene keer zegt hij dit en de andere keer weer wat anders. Of zelfs het tegenovergestelde. Nee, we lazen al in nummer 23, vers 19. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Nee, de onveranderlijke God van Israël liegt niet. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in Titus 1, versen 1 tot en met 3. Daar staat: Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God. En de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is in de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard, door de prediking, die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker. We besluiten deze eerste introductie op de tweede brief van Johannes met een overzicht van de inhoud. Deze brief heeft veel gemeen met de inhoud van de eerste brief van Johannes. Met name de waarschuwing voor het gevaar van dwaalheraren die de menswording van Christus ontkennen. Johannes spoort zijn lezers aan om te blijven wandelen in de liefde, maar vermaant ze ook om kritisch te blijven in de uitoefening van die liefde. De tweede brief van Johannes is te verdelen in twee hoofdthema's. Het eerste hoofdthema is, blijf in Gods geboden. En het tweede hoofdthema is, pas op voor de vele misleidende leraren. Ga niet met hen om, want waar je mee omgaat, word je besmet. Het gedeelte van het eerste hoofdthema, Blijf in Gods Geboden, is als volgt in te delen. In de eerste drie verzen vinden we een groet, die draait om het begrip Blijven in de waarheid. De ontvangers hebben vanwege het feit dat ze vasthouden aan de waarheid de liefde van alle mensen die de waarheid hebben leren kennen. Johannes prijst zijn lezers omdat zij in gehoorzaamheid aan Gods Gebod in de waarheid wandelen. Hij herinnert hen aan dit oude gebod, dat God hen en ons al in het begin heeft gegeven om hen en ons erop te wijzen dat dit gebod de praktische liefde tot elkaar omvat. In het vervolg, het tweede gedeelte, 2 Johannes 1, versen 7 tot en met 13, met het hoofdthema Pas op voor de vele misleidende leraren, stapt Johannes van de fundamentele toets voor het christelijke leven over op de fundamentele toets voor het christelijke geloof, de persoon van Jezus Christus. De apostel vermaadt zijn lezers om op hun hoede te zijn voor bedriegers. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed op aarde is gekomen. In de versen 10 en 11 verbiedt de apostel zijn lezers een niet mis te verstaan bewoordingen, om rondtrekkende leraren die zulke dwalingen omtrent de Heer Jezus Christus verkondigen binnen te laten en hen zelfs niet te groeten. Want licht en duisternis verdragen elkaar niet. Als de verlossing door Christus, die onze menselijke natuur heeft aangenomen om ons te redden, niet heeft plaatsgevonden, dan is heel de mensheid verloren. De apostel Paulus verwoordt hetzelfde in 1 Korinthe 15 versen 12 tot en met 18. Waar we lezen: Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. De tweede brief van Johannes eindigt met een verklaring van Johannes waarom de brief zo kort is. In het voorlaatste vers schrijft hij, hoewel ik veel aan u te schrijven heb wilde ik dat niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. Daarover meer in een volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht: www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koeshment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.